Hallo mensen van Kilian D. Films Gaming en welkom bij deze nieuwe video in mijn nieuwe serie Nostalgisch Goud. Vandaag wil ik voor jullie een nieuwe serie introduceren genaamd Nostalgisch Goud. Deze nieuwe serie zal gaan over die games die een speciaal plaatsje in mijn hart hebben weten te veroveren. En de eerste game die een speciaal plaatsje in mijn hart heeft weten te verzamelen is League of Legends. Een game die ik ontdekt heb via twee vrienden die waren zo continu daarover bezig op school, continu over aan het babbelen over wat ze gingen doen die avond op die game. En dat maakte mij natuurlijk heel nieuwsgierig van waar gaat die game over, wat is er zo geestig over. En dus duurde dat niet lang voor ik die game opzocht. En dat leek me echt wel een heel interessante game. Dat was echt iets wat ik nog nooit gezien had, want games zoals Dota en zo had ik in het verleden niet gespeeld en zelfs niet van gehoord. Dus het concept van een MOBA was eigenlijk wel iets volledig nieuw voor mij. En de game interesseerde mij echt wel, want het leek zo echt een game te zijn. Langs de ene kant was hij heel strategisch, maar langs de andere kant was het ook wel een game die heel hectisch kon zijn en die echt wel heel spannend kon zijn. En om die reden leek me dat echt wel een heel interessante combinatie. En in onze vriendenkring bleef het echt wel niet bij ons drieën die League of Legends speelden. Dat duurde echt wel niet lang voor de volledige vriendenkring ook allemaal die een game speelde. En dat was misschien nog wel het beste voor mij aan League of Legends. En de reden dat ik de game zo lang heb gespeeld en dat de game echt wel een heel speciaal plaatsje in mijn hart heeft verzameld, dat het echt wel een nostalgische game is geworden voor mij, is gewoon omdat zoveel mensen die ik kende die game speelden. En dat was misschien nog wel de grootste reden waarom dat deze game zo'n nostalgische waarde heeft verkregen bij mij, is omdat dat echt wel zo'n game was die iedereen speelde. En dat is echt iets dat ik maar één keer gehad heb en dat was met League of Legends. Dat was echt iets heel uniek, die manier waarop dat iedereen die game graag speelde en iedereen sprak daar continu over, overal waar dat we gingen. Dat was echt zo'n interesse die iedereen deelde en dat was altijd heel plezant. Dat was altijd wel iets dat we kosten doen als we op Skype zaten en we hadden zo niks om over te babbelen. Kosten we altijd wel een game League of Legends doen en ons daar 50 minuten mee bezighouden. Was altijd heel spannend om te spelen. Dat is echt wel een heel groot onderdeel van het spel. Het is echt een hele spannende game waar je enorm in ingezogen geraakt en je bent daar geïnvesteerd in. Daar zit spanning in. Je wilt die game echt wel winnen en je bent bezig met je vrienden op Skype strategieën aan het bespreken. Dat is echt een hele drukke game op dat vlak en dat was echt wel de aantrekkingskracht van deze game ook. Je nam dat automatisch heel serieus omdat alles zo snel gebeurde en zo strategisch was tegelijkertijd. En soms was dat helaas ook een beetje de downfall van de game. Soms nam iedereen die game toch echt wel iets te serieus en dan kwam daar soms wel een beetje ruzie van, maar natuurlijk, gelukkig bleven de gelukkige momenten wel in de meerderheid. En wat dat volgens mij zo de reden is waarom iedereen die game graag speelde, waarom heel mijn vriendenkring echt wel geïnvesteerd was in die game, was omdat er enorm veel champions zijn om uit te kiezen in die game. Enorm veel verschillende karakters waar je mee kunt spelen, die allemaal echt wel heel anders aanvoelen en heel anders spelen, andere gameplay elementen hebben, die ervoor zorgen dat iedereen wel ergens een paar champions kan vinden die hem interesseren. En daardoor is het echt wel een heel veelzijdige game. En het feit dat de game dan ook nog eens gratis is, helpt natuurlijk ook enorm. Dus zelfs als de game je op het eerste zicht zo niet echt bevalt, kun je de game gewoon nog altijd downloaden en uitproberen. Er is geen money barrier die je tegenhoudt om de game te proberen zonder daar direct geld in te pompen. En bij een betalende game heb je dat zo niet en is dat veel moeilijker om je vrienden daarin mee te krijgen in die game. En dan eventjes voor de mensen die ook League of Legends gespeeld hebben of zelfs nog steeds League of Legends spelen, de champions waarmee ik vooral gespeeld heb. Ik heb hier een lijstje gemaakt voor de mensen die dat interesseert. Zijn voornamelijk Nami, Zillion, Nocturne, Darius, Renekton, zeker niet te vergeten, Braum, Amumu, Aatrox, Corgi, Lux. En dan de eerste champion die ik toch echt wel serieus nam, was voor mij toch echt wel Ashe. Maar waarom ben ik dan gestopt met League of Legends te spelen, als het een game was die ik zo spannend vond en die heel mijn vriendenkring graag speelde? Wel, dat is voor mij niet echt iets plots geweest. Dat was eerder zoiets dat geleidelijk aan
opgekomen is bij mij. De twee grootste factoren die er uiteindelijk voor gezorgd hebben dat ik gestopt ben met spelen van League of Legends, is ten eerste mijn interesse die gewoon minder en minder werd. En als de game u niet meer interesseert, is dat ook heel moeilijk om daar nog echt veel fun in te beleven. Is dat echt wel heel moeilijk om daar vaak op te blijven spelen op die game. En dan komt er gewoon een moment waarop dat je moet toegeven van kijk, sorry gasten, maar de game interesseert mij niet meer. Ik heb geen zin meer om de game te spelen. En de tweede reden dat ik er uiteindelijk mee gestopt ben, is omdat de community die rond League of Legends hangt, echt niet zo denderend is. En League of Legends is de enige game waarbij ik dat ooit gehad heb, dat dat zo slecht werd, dat dat echt wel een reden werd voor mij om geleidelijk aan met de game te beginnen stoppen. Dat was echt zo'n community van, als er iets slecht gebeurt, is dat altijd iemand anders zijn fout. Mensen namen die game altijd veel te serieus. Mensen vergaten echt dat het doel van een spel is uiteindelijk om fun te hebben en niet om elkaar te zitten uitschelden. Aan het einde van de dag, ik weet dat het een klassieke statement is, maar mensen vergaten echt wel, League of Legends is een game. Niks meer en niks minder. En mensen vergaten dat gewoon en naar het einde toe stak mij dat echt wel enorm tegen. Uiteindelijk is League of Legends toch echt wel een van mijn meest gespeelde PC-games aller tijden geworden, met 400 uren dat ik in de game gestoken heb, volgens een bepaalde site die in de description gaat staan, en 3,5 jaar tijd. Zo mensen, dat was dan de eerste aflevering van mijn gloednieuwe serie Nostalgisch Goud. Laat zeker weten in de reacties wat dat je van deze nieuwe serie vond, eventuele verbeteringen ofzo die je zou willen zien. Like deze video, als je het een goede video vond, subscribe op dit kanaal als je mij vaker op je scherm wil zien verschijnen. En tot de volgende keer.